Ziezo, dat lucht erop, zeg. Deze plas. Hé, schatje. Wat vleiend dat je me vanavond mee uitvraagt na zo'n romantisch diner samen. Oh, lieverd. Ik heb toch alles voor jou over? Bij de Sint-Jozefmavel is vanmorgen het stoffelijk overschot gevonden van een cowboy. Het slachtoffer is vermoedelijk om het leven gebracht door messteken. Over de identiteit van het slachtoffer en het motief van de moord is nog niets bekend. Agenten Muller en Sully van de Rijksinlichtingendienst zijn de zaak op dit moment aan het onderzoeken. Oké, dokter Sully. We hebben de identiteit van het slachtoffer ontdekt. Het is Woody. Oh, Muller. Dan moeten we nu nog wachten op de uitslagen van het lab. Hallo, dit is dokter Sandy. Hallo. Hallo. Zijn jullie daar? We zijn hier. Ja. Ja. We zijn hier. Ik heb het stoffelijk overschot onderzocht. En ik ben tot de conclusie gekomen dat Woody niet door messteken om het leven is gebracht. Wat? Het toxicologisch rapport wijst uit dat er sprake is van vergiftiging. Vergiftiging? Hoe kan dat nou? Er zijn sporen gevonden van de Zerebeko-peper. Die is uiterst zeldzaam. Het enige restaurant in de omgeving waarbij deze peper gebruikt wordt, is het Wazowski-restaurant. Kom op, we gaan naar het Wazowski-restaurant. Goed gedaan. Goedenavond. Goedenavond, schone dame. Bent u Mike Wazowski? Ja, dat klopt. En wie bent u? Goedenavond, ik ben Sully van de Federal Bureau of Investigations. En dit is mijn partner, agent Muller. Ik ben agent Muller, ook van de FBI. En wij wilden u wat vragen stellen. Oh, waar gaat het over? Bent u de eigenaar van dit restaurant? Ja. En maakt u in de keuken ook gebruik van de zogenaamde Zerebeko-peper? Nee, hoezo? Meneer Wazowski? Ja? Wat ligt er daar in die pan? Welke pan? Deze pan? Die achter u. Dat is een worteltje. Nee, meneer Wazowski, als ik het mij niet vergis, is dat de Zerebeko-peper. Meneer Wazowski, u staat onder arrest wegens het vermoorden van Woody. En u mag met ons meekomen. En, meneer Wazowski, wat hebben we nu geleerd? Misdaad loont niet. Ziezo, die zaak hebben we mooi opgelost. Maar wat doen we met Jessie? En haar eventuele volgende slachtoffer?